Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb hier een bakje. Even een slokje drinken. Een wenkbrauwproducten wat me irriteert. Het irriteert me gewoon dat er zoveel meuk in zit wat ik niet gebruik. Dus dat gaan we uitzoeken. Hier zitten geen backup dingen in. Want die bewaar ik ergens anders en die heb ik wel hoor. Wat er wel in zit zijn wat van die stenseltjes. Nou, die laat ik erin zitten. Dat is dan misschien nog wel handig. Ja. Ik had wel wat dingen al geswarst, dus we gaan gewoon beginnen. De Essence Brow Wax Pen. Ja, daar komt amper meer wat af. Jammer, maar die gaat weg. Wat ik wel nog gebruik is de Stay Natural Brow Stick van Catrice. Dit is de kleur 020 Medium Brown. En dan heb ik ook nog Soft Blond. Dus die bewaar ik wel. En wat ik ook bewaar, en dan zoek ik even degene die heel is. Deze zat in een nieuwe collectie van Catrice. Deze heeft een pen. Een poeder. En een spoelie. Dit is de kleur medium brown. Die gebruik ik. Die gaat erin. En ik gebruik de kleur blond. Maar die is gebroken. Ja. Dat dus. Dus hier kan ik alleen nog het potloodje van gebruiken. De poeder zit hierin of zit hierin. Ja, daar kan ik niet meer bij. Maar ik gebruik het potloodje nog wel steeds. Dit is de Arch Perfector in de kleur 010 Deep Taupe van de Kruidvat. Ja. Die wil ik nog wel een keer een kans geven. Evenals deze. De Brow Perfector in de kleur 020 Mochaccino. Dat zijn dingen die samen allemaal te veel waren, maar goed. Dan gaan we naar de Clean ID Colored Brow Fixing Gel. Ja, weet je, het is nog goed. Kan gewoon gebruikt worden, maar ik gebruik het niet. Dan heb ik de Brow & Lift Brow Mascara. Dit is een gewoon doorzichtige. Ik gebruik het niet. Dit is de Brow Extensions van Maybelline. In de kleur blond. Ja, die is bijna op, zie je dat? Dus die kan ik wel nog bewaren, mits er nog kleur afkomt. Ja. Die wil ik wel opmaken nog. Want ja, opgemaakt is opgemaakt. Hè? De What a Brow Pen. Zit ook nog genoeg in. En is ook nog zacht. Dus die kan ik ook nog bewaren. Die gebruik ik wel graag. Dit was ooit een Chanel potloodje. Die heb ik geswart. En daar komt nog heel veel kleur vanaf. Dit potloodje is nog lang niet uitgedroogd. Dus even slijpen en opmaken. Dan heb ik de Maybelline Brow Setten. Dat is zo'n dun potloodje. Dat is niet mijn favoriet. Maar er komt nog wel genoeg kleur vanaf. Dus opmaken. Dan heb ik de Precisely My Brow Pencil. In de kleur 2,5 is dit. Ja, ik hou niet van die dunne potloodjes, maar dit is wel mijn perfecte kleur. Dus opmaken. Dan heb ik de Maybelline Tattoo Brow. Ja, is ook nog goed. Opmaken. Dan heb ik deze Brow Volume & Lift. Ja, nou. Dit is wel een super handig borsteltje, denk ik. Zo klein. Maar ik gebruik dit soort producten gewoon niet. Ik heb niet van die wenkbrauwen die alle kanten op gaan.
Dus hier twijfel ik over. En dan twijfel ik met name over of ik dan deze Essence Thick and Wow Fixing Brow Mascara met Volumizing Fibers moet bewaren. Maar kijk naar die borstel. Het lijkt wel een mascara. Maar de kleur is wel heel goed. Maar dat is de kleur van die andere ook. Ik doe ze gewoon allebei weg. Ik bewaar het gewoon niet. Want ik gebruik het gewoon niet. De XX Revolution Faux Brow. Dat is ook zo'n met zo'n druppelvorm, zeg maar. Die moet ook gewoon opgemaakt worden. Die kan ik opmaken. De Age Perfect Brow Definition. Daar komt gewoon geen kleur meer vanaf. Dus die moet weg. Dan heb ik de Maybelline Brow Drama Sculpting Brow Mascara. Ja, nou ja, hetzelfde verhaal. Ik gebruik het gewoon niet. Ik ga dat soort producten ook gewoon niet meer kopen. De Brow Precise Fiber Filler. Nou, ik gebruik het gewoon niet. En dan heb ik nog de Clean ID Transparent Brow Fixing Gel. Nou, nogmaals, ik gebruik het niet. Dit is de Brow Powder and Define Pen. Dit is ook een poedertje en een pen. Die heb ik recentelijk nog gebruikt in de Essence video. Dus deze moet gewoon opgemaakt worden. De Catrice Eyebrow Stylist in de kleur Date with Ashton. Komt geen kleur meer vanaf, dus die gaat weg. Dit is een witte waxy brow pen. Gebruik ik niet, heb ik volgens mij nog nooit gebruikt. Dus die kan weg. De Essence Eyebrow Designer in Soft Blonde. Nou, er komt ook niks meer vanaf, dus die kan ook weg. Nou, dat gaat goed. Dit is een XX Revolution pomade die volledig is uitgedroogd. Ik kan gewoon iemand zijn kop daarmee inslaan. Niet met het glazen dingetje, maar met het product. Dus die gaat ook weg. Was wel een goede kleur. Ja, en dan heb ik deze twee. De Elf Brow Lift en de Catrice Brow Fix Shaping Wax. Dit lijkt wel helemaal te kristalliseren, joh. Oh nee, het is nog wel waxy. Ja. Nogmaals, ik gebruik het niet. Dus wat ga ik ermee doen? Ik ga het gewoon weggeven. En ik moet gewoon dit soort dingen. Ik heb het geprobeerd. Het werkt prima. Het werkt prettig. Ik hou niet van de gelamineerde look. Dat is ieder persoonlijk. Ja, dat is voor ieder persoonlijk. Ik vind het niet mooi. Dat zegt niet dat het niet mooi staat bij mensen. Maar ik vind het voor mezelf niet mooi. Dus ja, ik doe ze weg. En dan heb ik nog deze drie. Dit is mijn Catrice Eyebrow Powder. Dus deze blijft zeker. Dan want die heb ik pen opgeraakt. Dus dan is dit de volgende. Is ook van Catrice. Maar dat is dan de Clean ID versie. Brow Powder Duo. En volgens mij zijn dit gewoon dezelfde kleuren, hoor. Ja. Dus als deze op is, dan gaan we aan deze. En ik heb er een van Chanel. Die volledig is opgedroogd. En ik ga hem niet wegdoen, want Chanel. Dus deze gaat in mijn make-up memory box. En dan mag hij daar lekker rusten. Ik heb hem amper gebruikt. Ik was toen niet in de poeders. Maar die poeders, ja, dit is ook een beetje, ja, treurig, die kleine dingen erbij. Kijken of wat hij doet. Nee, er komt echt amper kleur vanaf.
Nee, er komt amper nog kleur vanaf. Nee, deze gaat gewoon in mijn make-up memory box. En dan mag die gewoon lekker rustig aan doen. Maar die gaat voor nu wel even hierin. Want dan weet ik dat ik die nog op moet ruimen. Oké, dus dit wordt het bakje nu. Nou, het is toch alweer wat leger. Dit zijn allemaal potloden die ik moet opruimen. En ik heb ook bedacht dat ik tot die tijd... Ik heb ook nog dingen in backup liggen. Tot die tijd koop ik geen nieuwe wenkbrauwproducten. Maar hier ben ik al een stuk blijer mee. En zeker dat ik nu al die gelletjes heb weggedaan. Ik gebruik het gewoon niet. Dus wat moet ik er... Dit past er heel mooi in eigenlijk. Dus wat moet ik ermee? Nou, dat was hem. Dat was hem voor vandaag. Ik ben nog wel van plan nog meer te gaan declutteren. Blushes, highlighters en bronzers en poeders. Dat is eigenlijk wat ik van plan ben. Want dat zijn categorieën waarin ik denk... daar kunnen wel dingen uit weg. Dingen die ik gewoon echt al zeker een jaar niet gebruikt heb. Wat ik vorige keer al zei, foundations... heb ik dan wel gedaan. Concealers ga ik niet doen. En primers ga ik niet doen. En sprays ga ik niet doen. Dus de volgende keer wordt het dan wel poeder. Dan wel bronzer, blush of highlighters. Dus er komen er nog 4, denk ik. Nou goed. Dat zien jullie de komende tijd. Ik weet niet of het allemaal deze maand komt. Maar af en toe dan pak ik gewoon weer eens zoiets. En dan heb ik daar... heel even zin in. Voor zover je er ooit zin in hebt. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en laat een opmerking achter. Maar wees wel lief, want ik heb geen zin in gezeik. Wie wel, zou je zeggen. Zie ik jullie graag bij de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!